Ja, ik spreek nu met Albert van der Klundert. En Albert, jullie zijn hier bij de Zoom in Bergen-op-Zoom een bijzondere klus aan het uitvoeren. Wat is in hoofdlijnen wat er gebeurt? Ja, het is eigenlijk wel, het is een heel project zeg maar, waar wij al een half jaar aan bezig zijn. In opdracht van Duurdag-Meer. Een fietspad van 8 kilometer aanleggen. En dit is al de laatste fases, zijn het zeg maar. Dus nu zijn we onderin een voetpad aan het aanleggen. En we zijn een stapelmuur aan het aanleggen. Dat wordt de entree van de route van de turf. Ah, zie je, want het is de turfroute, hè, die, daar hebben ze al wat over vermeld. En ik zag hier net onder, aan, bij de zoom, bij het water, hier beneden helemaal, dat er een voetpad is gecreëerd. Klopt, klopt. En dan kan men vanaf hier, of vanaf waar het eind op begint... Ja, vanaf hier tot aan de Revelstraat kun je onderaan de zoom doorlopen, ja, als voetpad. Ja. Nou, dat is bijzonder leuk. Een struinpad noemen ze dat. Hoe noemen ze dat? Een struinpad. Een struinpad. Struinpad. En dan iets verderop, dan wordt het een fietspad. Nee, het fietspad begint hier, zeg maar al. Oh, dat begint hier al. Ja, ja. Maar gelijkertijd kun je dan hier ook, als je het wilt, onderlangs lopen. Klopt. En dat wordt verder niet verhard, dat wordt gewoon steenslag of zo. Steenslag. Nou, dat is eigenlijk wel een heel bijzondere klus die jullie doen, hè? Het is wel een aparte klus, ja. Heel apart. Kom niet elke dag voor. Nee, en dat schiet al lekker op? Het schiet al lekker op, ja. Een maandje denk ik, dan zijn we wel klaar. Ja, en wanneer kunnen, denk je, dan de voetgangers er voor het eerst gebruik van maken? Ik denk eind volgende week. En dan al? Eind volgende week. Oh ja, en het fietspad, wanneer is dat helemaal rond? Eind maart. Eind maart. En dat fietspad dat loopt van hier vanaf zeg maar, het einde van Bergen-op-Zoom, waar de zoom uitkomt, tot waar? Aan Wouwse Plantage. Tot helemaal de Wouwse Plantage. Ja. En dat is een lengte van? 8 kilometer. 8 kilometer, want ik dacht meer was, maar dat is 8 kilometer. Nee, het is 8 kilometer. En dan de bijzondere kleur is dat fietspad, hè? Ja, geel, hè? Ja. Turfkleur, hè? Dat is de kleur van de turf. Klopt, zeg maar, Albert, ja, voor Van der Klundert is dat toch een hele leuke opdracht geweest. Zeker. En is alles goed gegaan? Ja, perfect. Dus geen tegenslagen gehad of wat dan ook? Niks eigenlijk. Nou, dat is fantastisch. Nou, als het klaar is, dan ben ik een van de eerste die die wandeling gaat maken. Dat is goed. Dankjewel voor de informatie. Okay. Ja, ik ben nu even in de schatsteek gestapt, want ja, werken is allemaal mooi en aardig, maar dat moet natuurlijk ook op tijd gerust worden. En ja, wat is er nou gezelliger dan even tijdens de pauze met z'n allen hier in de schatsteek te zitten, een sigaretje te roken, dat kan allemaal, lekker boterhammetje eten, een kopje koffie en de werkzaamheden allemaal nog eens een keer onder de loep te nemen. En ja, straks gaat het allemaal weer opstappen en iedereen weer aan het werk. Maar die trein heeft 2 uur en allemaal mannen die in dienst zijn, zoals zo is. Zonder. Die vraagt daar zo over zitten zoeken, ik kon ze daar eens bevinden. Ja, die deed het mooi zo verwacht. Ik past even stokje in het sterrengebouw, hè. Zeg, mannen, mag ik eens wat vragen? Krijgen jullie nu altijd brood mee van thuis? Ja, wat dan? Ja? Of verdienen niet zoveel als je een keer naar de bagger kunt. Nee, dat kan niet. En krijgen jullie dan ook nog inspraak op wat er op het brood komt? Of, we moeten zelf doen. Oh, dan moet je ook nog zelf doen. Hey, zijn jullie vrouwen nog niet wakker dan? Ja, nee. Dat is leven toch ook niet zo makkelijk, zie je dan. Hart van mij en nooit chagrijnig. Ja, nou kijk, dat is een mooie slogan. Maar nooit chagrijnig, dat moet je doen. Nou, maar ik heb met bewondering gekeken wat jullie daar allemaal doen zijn. Deze komt onder de bad en die knieën worden helemaal los gesmeerd. Echt waar? Ja, maar hij is pas getrouwd zeker? Ja, nog in de wittebrood zweken. Ja, zo lieve vrouw. Het eerste we gaan contact aan de haard als je kale voeten hier ziet in ochtends. Hou op zo, Dimitri. Nou, daar zijn we van jullie niet veel last overdag. Zet de route toe als ochtend. Nee, denk ook niet, hè? Dan val je zo in slaap op de bank. Maar jullie hebben wel een gezonde klus. Altijd buiten of bij de machines. Nou, mooier kan het toch niet, hè? Nou, maar ik ga straks nog eens even. Ik heb begrepen, jullie gaan straks weer verder met het kraantje nog, hè, daaronderin. Dan ga ik nog even kijken hoe jullie dat doen. Ik vind het wel spannend, zo stijl. Nou, kom maar, hoor. Dat is goed. Dankjewel. Ah ja, uit de keet. Zo, aan het werk weer. Tijd van rusten en de tijd van werken. Heel gelijk. Kijk, het is een groot contrast. De ene kant wordt de natuur herschapen, zou je kunnen zeggen. En aan de, wat we daarachter zien, dat is de containerhaven van Bergen-op-Zoom, die een onstuimige groei heeft meegemaakt.
en waarbij de containerspot bijna in den hemel reiken. Ja, Peter van Tilburg, ook van de Glundert. En Peter, jij bent tankerchauffeur. Dus jij staat hier stand-by met je vent en je kipper om eventueel stenen of grond of wat dan ook dat er nodig is. Maar ik zie ze nou hierachter bezig, die twee kranen, hè, met allemaal van die enorme blokken steen, graniet of weet ik wat het is. Ja. Maar dat is allemaal bedoeld voor die damwand te bedekken. Ja, dat is allemaal voor die damwand. Om het geheel te verfraaien, zeg maar. Ja. Oh, ja. Hier zien we dus duidelijk een voorbeeld van hoe dat gaat worden. Deze wand die helemaal wordt verstevigd en verfraaid. En dan wordt het daar, die damwand die geslagen is, en die wordt ook helemaal bedekt met dit soort stenen. Nou, je moet wel geluk hebben dat het een beetje past natuurlijk, want ze zijn ook allemaal van verschillende vorm en grootte. Dus dan moet je toch wel een klein beetje bij nadenken welke brok je oppakt en welke dan daar wordt neergelegd bij die mannen, omdat die dat dan, je kan er wel met de hand weinig aan doen, want ze zijn veel te zwaar natuurlijk. Dus dat moet allemaal netjes worden weggelegd, anders wordt het niks. Maar ja, die kraanmachinist, die weet precies wat hij doet. Dus in dat opzicht kan hij hem draaien of keren of wat hij ook doet. Kijk, die man doet nog manmoedig een poging toch met de hand om er enige beweging in te krijgen. En ja, op een zeker moment lukt dat nog wel, maar dat is een eenvoudige klus. Een stukje. Afslaan. En hier is dus het begin of het einde van het wandelpad, zou je kunnen zeggen, wat hier onder langs de zoom gaat lopen. Wat reeds voor het grootste gedeelte is aangelegd en waar alleen nog wat steenslag op gaat komen straks. Om natuurlijk niet met al te vuile voeten en in de modder weg te zakken. Ja, kijk, dat zijn al mooie voorbeelden, kun je zeggen, van dingen die gemaakt worden, die in principe niets opbrengen dan arbeid natuurlijk, maar in feite daarna alleen maar verfraaiing zijn. En dat is dan toch allemaal iets wat betaald moet worden uit belastinggeld. En het is toch goed te realiseren dat wanneer je belastingaangifte krijgt en je denkt, ja, wat moet dat nou allemaal weer voor betalen, dat dit één van de dingen is waar het geld voor beschikbaar komt. En als je dus geen belasting zou betalen, zou dit allemaal niet mogelijk zijn. En dan moeten we niet zeuren natuurlijk, is dit nou allemaal nodig? Allemaal nodig, ja, wat is nodig? Maar dit wordt in ieder geval fraai. En Bergen op Zoom die krijgt toch weer de beschikking over iets heel bijzonders. Een mooi wandelpad, een fietspad, een turfroute. Ja, en kunnen we toch allemaal best blij mee zijn, denk ik. Ja, we zitten nu midden in de winter. Het is vandaag 16 januari 2017. En je moet je dit straks voorstellen wanneer het voorjaarsgroen weer in de bomen komt en het lover aan de bomen tot volle wasdom komt. Hoe mooi het hier allemaal zal worden en zijn. Zoom komt hier achter die damwand, hebben we hem zien stromen, maar dat is natuurlijk nog niet het einde, want daar waar we nu met de camera naartoe draaien, daar komt de zoom weer tevoorschijn en daar stroomt ze weer in volle glorie. En er is op het ogenblik, na de regen die we hebben gehad, zit er best heel wat stroming in het water, zoals je kunt zien. Dus
Bergen op Zoom. Ja, hier daadwerkelijk de Zoom. Helemaal. En bedrijvigheid aan het eind van de Zoom, want dat zien we ook. Industrie en nijverheid. Maar tegelijkertijd ook in het historische gedeelte van Bergen op Zoom nieuwbouw. Fantasierijk gemaakt, leuk ziet het eruit, helemaal niet meer saai of eenvormig. Dus wat dat betreft, ja, niet alles gaat altijd op rolletjes, maar over het algemeen mag Bergen op Zoom trots zijn op wat er is bereikt en wat er allemaal nog op het programma staat. Ja, en hier staan we dan aan het uiteinde, het laatste deel van de rivier, van het riviertje de Zoom. En je ziet, er is behoorlijk wat stroming op dit moment. Dat komt omdat het nogal een groot gebied afwatert. Dus wat dat betreft is het een mooi afwateringskanaal. En we zien ook, alles is hier nog in ontwikkeling, maar bepaalde dingen zijn reeds gerealiseerd. Wat een fraaie omgeving hier straks uit gecreëerd wordt. Een grote muur daar hersteld van de historie van Bergen op Zoom. En daarboven nieuwe woningen in leuke, fantasierijke ontwerpen. We spraken net over de muur en gaan we dan iets naar dichterbij halen. Dan zien we daar staan de Cadeliers. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Het zou kunnen. Of de Cadelière 1743. Bergen op Zoom, houdt u vroom. Onder de Spaanse heerscharen. En ja, zoals we zeiden, het oude krijgt ook het nieuwe. En het nieuwe zien we dan hierboven verschijnen, of is al verschenen en bewoond. En dus fraai, een fraai stukje binnenkomst van Bergen op Zoom. Ja, en om die brokkensteen ook een beetje met elkaar te kunnen blijven verbinden, wordt er nu mortel geladen. En die mortel is dan weer bedoeld om tussen de stenen te laten glijden, zodat als dat opdroogt, straks vast liggen. We lopen nu even voorzichtig hier het pad af naar de Zoom. Het wandelpad, het pad dat straks van hier tot buiten de stad de mogelijkheid biedt om vlak langs het water te lopen van de Zoom. En dat is natuurlijk nog nooit mogelijk geweest. Ja, met allerlei capriolen zou je dat gedaan kunnen hebben, maar dan is het maar de vraag of je dat, of dat een pretje was. Maar nu wordt het straks een aangenaam gebeuren, waardoor je op je gemakje dit stukje kunt gaan lopen. En dan moet je je ook voorstellen dat het, zoals we al eerder zeiden toen net, als het strak allemaal begroeid is, het is voorjaar, het is zomer, en dan is het toch een buitengewoon leuk plekje om te vertoeven. En laten we hopen dat de mensen het ook netjes houden en hier geen rommel laten slingeren en in de Zoom allerlei troep gooien. Ja, en het hoogteverschil tussen het bovenliggende land is natuurlijk best groot. Men heeft destijds hier toch behoorlijk wat moeten graven om natuurlijk de mogelijkheid te scheppen om deze turfvaart, wat het geloof ik oorspronkelijk was, zodanig op diepte te krijgen dat je door de hoogten van de bergen, van Bergen op Zoom heen kon. Want kijk maar, als we de camera zo draaien, dan zie je duidelijk dat je daar nogal heel wat naar boven moet. En we zijn toch benieuwd waar men die grond gelaten heeft destijds. Ondanks alle drukte en bedrijvigheid die aan de linkerkant is, zal dit toch een oase van rust gaan worden.
Ja, ik ben even bij Rien Edelbaas gaan kijken. Die staat hier met zijn kraan op een steile helling richting de rivier de Zoom. En Rien, wat is de bedoeling dat je hier gaat maken? Een afrit? Een oprit? Op of afrit, ja, even mag je maar, als je maar hoe je het wilt bekijken natuurlijk. Mooi, wat bekijken. Maar jij hebt je kraan wel heel goed onder controle natuurlijk. Want als je zo staat, dan zou je zeggen, pot, een onervaren iemand die zou zo naar beneden kunnen duikelen. Maar het is bij jou niet, hoef je niet bang voor te zijn. Naar beneden gaan vanzelf, weet je? Ja. Dus. Maar ja, je hebt hem helemaal onder controle. Ik kan altijd al fout gaan. Ja. En jouw collega is daar beneden bezig verder met, met de vervraaiing en de vervolmaking van het voetpad. Die is een kunetje aan het maken. Wat is hij aan het maken? Een kunetje. Hoe noem je dat? Sleuf. Een sleuf, ah juist. Eind van de week gaat daar de puin in. Aha, ah ja ja. Ik ga die rupsdumpertjes gaan we dat doen. Oh ja. Dus we komen even kijken, gaan ze in de week cross. Ja, dus. Nou, ik zal het in de gaten houden, leuk werk. Ja. Nee, zit je al lang op deze kraan? Deze? Ja. Nou, deze maar anderhalf jaar. Maar je hebt al veel ervaring in kraanwerk? 26 jaar. 26 jaar, altijd bij Van der Klunder? Ja. Zo, dan ben je wel een trouwe werknemer. Ja. Ja. Nou, succes met het werk. Kom je maar goed. Dankjewel. Ik ben goed weggekomen, man. Wie? Ik. Wat dan? Ik ga naar beneden, hoor. Ik heb wel een stuk spoelgat. Spoelgat? Dit is de verdere vervolmaking en afwerking van het voetpad wat hier langs de Zoom loopt. Kijk, en hier moet je er wel even uit als je hier bent, want je kunt moeilijk onder de culvert, de pijp hieronder die eronder doorloopt, kun je gaan. Dus de mensen die wandelen moeten even omhoog en dan de weg oversteken. Dan kunnen ze aan de andere kant van de Zoom kunnen ze weer verder als ze willen. Rond bijgestort om de oprit of de afrit ja, toch helemaal van voldoende aarde te kunnen voorzien.